Welkom bij mijn analyse slash review van het gigantische gitaarfragment uit de serie van Brandwin Mansam. Zoals ik vaak verteld heb, heb ik als kleinkind zijnde altijd veel verschillende kinderseries gekeken, waaronder ook Brandweer Mansam. Ik heb wel eens eerder review video's gemaakt over Brandweer Mansam, maar dat ging dan over de oude serie van Brandweer Mansam. En ik heb ook veel afleveringen van een nieuwe serie van Brandwin Mansam gekeken als kleinkind zijnde. Ik heb ook wel eens vaker verteld dat ik deze series vaak samen met mijn vader keek. Zowel vroeger als klein kind zijnde als de afgelopen jaren. De series blijven namelijk gewoon leuk om te kijken. Maar mijn vader is helaas acht weken geleden overleden. Hij had sinds 2018 weken delenkanker en heeft heel veel levensverwachtingen overtroffen. Vorig jaar mei was zijn levensverwachting namelijk maximaal acht weken. En daar is hij ver overheen gegaan. Dus we hebben gelukkig nog veel mooie herinneringen met elkaar kunnen creëren. Maar toch kwam het als dus een harde klap binnen toen hij acht weken geleden alsnog kwam te overlijden. Ik mis hem enorm en het is allemaal nog heel erg vers, maar het doet me ook goed om weer met deze series bezig te zijn, want dat haalt ook weer mooie herinneringen aan mijn vader op. En nog niet zo lang geleden, volgens mij eind vorig jaar of misschien zelfs begin dit jaar nog, heb ik nog veel afleveringen van Brandtumansam met mijn vader gekeken en juist dat was de nieuwe serie van Brandtumansam. Dus, ik ben vandaag weer even een aflevering terug gaan kijken, en dat was de aflevering Concert van Elvis. En daar komt een fragment in voor dat me erg aanspreekt, omdat het verschillende elementen bevat die het fragment erg goed maken: van humor tot spanningseffecten tot leerzaamheid. En daarnaast gaat het fragment toevallig over een gitaar. En gitaarspelen was de grootste hobby en passie van mijn vader. Ik laat jullie even zien welk fragment ik precies bedoel, en daarna geef ik mijn review erover. Zo lopen we naar de rotsen. Wel nee, de rotsen zijn bij die bomen daar. Je hebt toch echt ongelijk hoor, Elvis. Ik heb geen ongelijk. Weet je, ik heb nog nooit zo'n gelijk gehad. Ik weet precies waar we Wat ah! 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 ah, Zie je, ik zei toch dat we van de rotsen zou vallen. Sorry. Oh, wat is dit? Ah, ik snap er niks van. Het had al lang begonnen moeten zijn. Neem me niet kwalijk, commandant Staal. Heeft u Elvis misschien gezien? Hij is er nog niet. Is Crispy er nog niet? Nee, als hij niet gauw komt, kan de show niet doorgaan. We hebben geen zanger. Oh, vervelend. Trek hem! Dat doe ik ook Ik moet op de balsa bellen. Mark voet hangt aan de rotsen en houdt zich vast aan een reusachtige gitaar. Wat een superleuk fragment! Wat dit fragment zo leuk maakt, naar mijn mening, is als eerste al hoe het begint. Mark heeft gelijk door dat hij en Elvis de verkeerde kant op lopen en dat ze dus naar de rotsen toe lopen. Maar Elvis blijft maar standvastig en eigenwijs volhouden dat ze goed lopen en de rotsen ergens anders zijn. Die oneenigheid tussen de twee personages maakt de kijkerservaring gelijk al leuk. Maar het wordt pas echt leuk als Mark daarna zegt: Je hebt toch echt ongelijk hoor, Elvis? En Elvis daarna zegt: Ik heb geen ongelijk. Weet je, ik heb nog nooit zo'n gelijk gehad. Ik weet precies. Omdat ze op dat moment eigenlijk op een hele kinderlijke manier met elkaar aan het communiceren zijn. De discussie of ze wel of niet de goede kant oplopen, verandert ineens in een kinderlijk, wel eens niet, niet een spelletje. Waarin Mark tegen Elvis wil zeggen dat hij ongelijk heeft. En Elvis zijn standpunt ineens overdrijft door te zeggen. Weet je, ik heb nog nooit zo'n gelijk gehad. Ik weet precies. Dat vind ik een extra leuke toevoeging aan het fragment, omdat het wat humor toevoegt. Dat ze met z'n tweeën zo aan het discussiëren. Zij komt gelijk al grappig over als twee volwassen brandweermannen. Maar helemaal op het moment dat ze op een overdreven manier gaan praten. En op die manier de discussie omzetten en wel eens niet het een spelletje. Dat maakt het helemaal grappig. En als het om kinderseries gaat, vind ik grappige fragmenten vaak het allerleukste. En ook dat zoetsappige vind ik altijd leuk. En daaronder valt ook dat ze op zo'n kinderlijke manier beginnen te praten. Dat herinnert mij er ook aan dat tekenfilms van nu de dag vaak veel onrustiger zijn en veel geweld tonen. Terwijl zo'n grappige kinderlijke discussie in een luchtige maar leerzame kinderserie eigenlijk veel meer rust uitstraalt. Daar kijk je veel, ontsp veel meer ontspannen naar en evengoed geniet je ervan. Het brengt je ook weer even terug naar je kindertijd. En dat laat je af en toe ook even denken: van kon de wereld in het echt ook maar zo luchtig zijn? Er is zoveel narigheid in de wereld, en dat gaat om veel ergere dingen. Dus dan denk ik af en toe wel eens: was de wereld in het echt ook maar zo makkelijk? Ging het maar alleen om dit soort onschuldige en eigenlijk wel grappige, wel eens niet de spelletjes, in plaats van de narigheid die er echt speelt? Dus het zien van zo'n leuk fragment als dit in een zoetzappige kinderserie laat mij, even bestil, laat mij daar dan even bij stilstaan. En ik wil niet zeggen dat ik volwassen tekenfilms waar wat soms wat geweld in voorkomt, zoals bijvoorbeeld Family Guy, niet leuk vind. Ik ben 23, en ik kijk daar ook naar. Die hebben ook een leuke en grappige verhalen. Voor volwassenen dan, even ter info. Als klein kind moet je natuurlijk niet naar kijken. En van die afleveringen kan ik ook echt genieten. Ik ga binnenkort ook weer eens een fragment uit Family Guy reviewen. Maar ik blijf ook altijd houden van dit soort nostalgische, zoetsappige kinderseries... waarbij de dingen allemaal niet zo zwaar, erg en gewelddadig zijn. En er om kleine dingen, zoals het wel of niet goed lopen van een route... een grappige kinderlijke discussie wordt gevoerd, een wel eens niet te spel. En het geeft natuurlijk een gevoel van nostalgie. Want zoals ik net al vertelde, keek ik als klein kind zijnde altijd, altijd volop naar de afleveringen van Brant en Mansam... Dus dat vind ik dit punt van het fragment heel leuk maken, maar daarna ontstaat er een onverwachte situatie. Op het moment dat Elvis zegt: Ik heb nog nooit zo gelijk gehad, ik weet precies waar, loopt Mark in één keer een rots af waarbij hij zich nog net aan vast kan houden aan de gitaar die vanaf bovenaf weer vastgehouden wordt door Elvis. Wat ik het gedeelte van het fragment leuk vind maken, is de combinatie van een spannende gebeurtenis en het onverwachte. Met het onverwachte bedoel ik dat je in het verloop van het fragment niet aanzag komen dat ze in één keer een rots af zouden lopen. Maar ik gaf, Mark gaf wel aan dat hij dacht dat ze naar de rotsen liepen. Maar dat hij van het ene op het andere moment daadwerkelijk ook van een rots afloopt en bijna naar beneden valt is wel erg onverwachts. Dat zie je als kijkers zijn er echt niet aankomen op dit punt van het fragment. Dus dat is voor mij het doorslaggevende wat dit gedeelte van het fragment zo goed maakt. En het spanningseffect natuurlijk, want zo'n situatie is levensgevaarlijk en Mark raakt helemaal in paniek. Ik als volwassene weet natuurlijk dat dit soort fragmenten in een kinderserie als Brandweer Sam eigenlijk altijd wel weer goed aflopen. Maar als kind sta je, sta je daar natuurlijk niet echt bij stil. Dus deze spannende gebeurtenis is een erg goede toevoeging. Dat voegt namelijk ook wat avontuur, actie en reuring toe aan het fragment. De puur zoetsappige dingen, zoals de grappige discussies, zijn natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar de serie gaat natuurlijk over brandweer in noodgevallen. En dan kan het wat mij betreft niet mis dat er ook af en toe wat spannends gebeurt. Als kind zijn hou je daar ook van. Dus ook dit gedeelte van het fragment vind ik erg leuk gedaan. En nogmaals, het feit dat het zo onverwachts gebeurde vind ik echt doorslaggevend. Want als kind zijnde zou je dat ook hebben. Je bent de aflevering aan het kijken, je bent helemaal gefocust op de discussie die Mark en Elvis hebben en vervolgens ontstaat er ineens een volledig onverwachte no deze noodsituatie. En dat laat het spanningseffect extra goed overkomen. Dus dit gedeelte van het fragment heeft wat mij betreft echt een team verdiend. Je zie je Norbert teleurgesteld reageren in het publiek voor het podium waar elfen zou gaan optreden. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Als je naar een optreden van festival toe gaat, dan ga je daar natuurlijk heen voor entertainment, voor je plezier. Daar bereid je natuurlijk helemaal op voor. En als je vervolgens aankomt en het optreden begint niet, omdat er een artiest niet komt opdagen, begin je je ook te vervelen. Dan is er helemaal niks, geen muziek. Dus ik begrijp zijn teleurstelling heel goed. Daarna vraagt Klaas aan Commandant Staal of hij Elvis misschien gezien heeft, omdat hij er nog niet is. Waarop Commandant Staal heel verbaasd reageert. Klaas zegt dat als hij niet snel komt, de show niet door kan gaan, en omdat ze geen zanger hebben. Commandant Staal zegt: Oh, vervelend. Ook hun zijn erg teleurgesteld, wat ik heel goed begrijp. Maar als ik hun was, zou ik zelf wel gaan nadenken. Zal er zou niks gebeurd zijn onderweg. En Elvis even bellen, in plaats van alleen maar te zeggen: Oh, vervelend. In Commandant Staals ook nog eens brandweerman. En misschien gaat hij er ook nog wel achteraan. Maar voor de rest heeft dit gedeelte van het fragment niet echt een speciale toevoeging. Dat je een teleurgesteld publiek ziet, voegt natuurlijk wel wat meer spanning toe, maar daardoor ook dat spaak loopt. Maar het heeft niet echt iets speciaals, zoals een doorslaggevend spanningseffect of iets lachwekkends. Hiernaast zie je Mark en Elvis weer. En Mark hangt nog steeds langs de rots aan de gitaar en inmiddels is het al helemaal donker. Zijn er krakende geluiden te horen, wat waarschijnlijk betekent dat de gitaar zijn gewicht niet meer houdt. Zegt Mark nog veel angstiger, trekken waarop Elvis aangeeft, dat doe ik ook. En de combinatie van deze, inmiddels veranderde omstandigheden, geven wel echt een waardevolle toevoeging. Dit versterkt en verdriedubbelt namelijk het spanningseffect in het fragment... In het donker kun je alles minder goed zien, waardoor het sowieso onveiliger wordt. Je ziet bijvoorbeeld niet goed wat je vasthoudt. Het krakende geluid laat horen dat de gitaar het bijna niet meer houdt. En het feit dat Elvis aangeeft wat hij zijn best doet, terwijl volgens Mark bijna niet getrokken wordt, laat ook zien dat wellicht zijn spierkracht ophoudt en er niks meer mogelijk is. Deze factoren geven dus een onwijze stijging in het spanningseffect, en dat vind ik dus echt mooi. Het is dat ik weet dat dit soort fragmenten en kinderseries eigenlijk altijd wel goed aflopen, maar het zou me bijna op het puntje van mijn stoel laten zitten. Het spanningsniveau wordt door deze factoren namelijk echt aanzienlijk opgehoogd. Dus voor kinderen maakt dit het fragment extra gaaf, actievol, avontuurlijk en indrukwekkend. Ook deze toevoeging heeft weer een team verdiend van mij. En de onderbreking met de teleurgestelde mensen bij het podium heeft er wel mooi voor gezorgd dat er wat tijd verstreken is. En het in combinatie met dat het ineens donker is. Dus het gevoel geven dat het een stuk later is. Wat het waarschijnlijk ook moet doen voorstellen in de kinderserie. Dus achteraf, kan het, dus achteraf kan ook dat fragment niet ontbreken. Hierna gaat het bijna helemaal mis. De gitaar zakt nog meer de rots af. En Mark raakt nog meer in paniek. Dit moment geeft echt een piek van spanningseffect. Want dit laat mij, ondanks dat het een kinderserie is, mij helemaal inleven in de situatie en mij verplaatsen in de situatie van Mark. Het zou mij doodeng lijken als ik dit, als ik dit was. Dus ook deze toevoeging maakt het spanningseffect nog leuker. Elvis bedenkt ineens dat hij brandweerman Sam moet bellen, wat hij vervolgens doet met zijn mobiele telefoon. Hoewel hij we eigenlijk wel even wat eerder had moeten bellen, aangezien elke seconde telt in zo'n situatie, vind ik het wel een heel goed voorbeeld dat hij een telefoon mee heeft op zak en daar gebruik van maakt om dan Sam te bellen. Dit maakt het fragment namelijk naast grappig en spannend ook nog eens heel leerzaam, omdat het kinderen bijbrengt om altijd een mobiele telefoon mee naar buiten te hebben, zodat ze altijd voorbereid zijn om hulp in te roepen, hulp in te kunnen roepen in een noodgeval. Hoewel in de tegenwoordige tijd internet en social media op een telefoon gevaarlijke gevolgen kan hebben voor kinderen, blijf ik er wel altijd bij dat het heel belangrijk is om altijd een telefoon bij je te hebben als je naar buiten gaat, ook als kind zijnde. Als je nog heel jong bent en je gaat alleen met je ouders naar buiten, hoeft dat nog niet, want dan heb je als ouder vaak een telefoon bij je. Maar als je als kind zijn alleen nog met een vriendje of vriendinnetje naar buiten gaat, al is het alleen maar onderweg naar school toe, dan is het gewoon heel belangrijk om een mobiele telefoon bij je te hebben, waar je in ieder geval één en twee en of je ouders mee kunt bellen, interesseerbaar op bent, omdat je altijd op noodsituaties voorbereid moet zijn. Je hoeft dan nog geen vrije toegang tot internet of social media te hebben, maar wel een telefoon bij je waarmee, je waarmee je je ouders en de hulpdiensten kunt bellen. Dus het feit dat Elvis een mobiele telefoon mee op zak heeft en daar gebruik van maakt door Brandt en Massant te bellen, vind ik een heel goed voorbeeld en maakt het fragment echt leerzaam naar mijn mening. Hoewel de eerdere toevoegingen grappig en spannend waren, vind ik dit nog de belangrijkste toevoeging aan het fragment, omdat het kinderen wat leerzaams, omdat kinderen wat leerzaams meebrengt op het gebied van veiligheid. Dus deze toevoeging heeft, wat mij betreft, geen 10 verdiend, maar zelfs een 11. Hiernaast zie je de melding binnenkomen bij Brandweer Massam in de kazerne. En dit geeft gelijk een gevoel van opluchting, wat ik ook heel mooi vind. Zoals ik net al zei, vind ik het bij kinderseries altijd leuk dat alles zo zoetsappig is in vergelijking met de echte wereld of veel tekenfilms van nu de dag. En hoewel ik het leuk vind als er in zulke kinderseries af en toe wat spannends gebeurt, omdat het voor avontuur en actie zorgt, hou ik daarin ook. Van de opluchtende stukjes waarin de situatie weer een beetje goed neigt te komen, zoals op dit moment waarin de melding bij brandweer massain binnenkomt. Dit geeft een gevoel van, van opluchting en het opluchtingseffect vind ik ook altijd mooi, juist omdat het een kinderserie is. En ook dit stukje dragen we bij aan de leerzaamheid. Want als kind zijnde brengt dit gedeelte van het fragmentje niet alleen een stukje opluchting, maar het lijkt je ook nog eens zien: hé, hey, doordat Elvis zijn telefoon bij zich heeft en belt, komt de melding nu bij Brandweer Massam binnen. Dus ook dit gedeelte vind ik erg goed. Tot slot zie ik Brandweer Massam serieus de melding voorlezen, maar zijn stem verdraait naar een verbaasde toon op het moment dat hij hardop voorleest en houdt zich vast aan een reusachtige gitaar. En dat snap ik helemaal. Als ik brandweerman Sam zou zijn, dan zou ik ook verbaasd zijn als ik zo'n melding binnen zou krijgen. Want hoe kan je nou normaal gesproken vasthouden aan een gitaar op het moment dat je je aan een rot, rots vasthoudt? Er wordt namelijk niet bij vermeld dat Elvis degene is die de gitaar vasthoudt. Dus brandweerman Sam zal ook wel denken, waar komt die gitaar vandaan, zo boven aan een rots? Ik schoot wel in de lach toen ik dit stukje van het fragment voor het eerst zag. Dus deze gebeurtenis brengt opnieuw een stukje humor in het fragment en maakt het oprecht grappig en lachwekkend. Ook dit stukje vind ik heel erg leuk. Ik vind het dus oprecht een topfragment omdat je als klein kind zijnde geniet van humor, spanning en avontuur, terwijl je tegelijkertijd iets leerzaams wordt bijgebracht over het voorbereid zijn op hulp en roepen in een noodsituatie. Mijn oprechte complimenten naar de makers. Verder wil ik ook nog zeggen dat een onderdeel van het fragment van mij ook persoonlijke herinneringen naar boven brengt. Ik vertelde jullie in de intro van deze video natuurlijk dat ik deze serie vaak samen met mijn vader keek. Die helaas onlangs geleden overleden is. Dat ik dit seizoen van de serie dit jaar of eind vorig jaar nog met hem gekeken heb. En dat ze grootste pas gitaarspeler was. En de gitaar in dit fragment doet mij heel erg denken aan een vende gitaar die ik eind vorig jaar nog als cadeau aan mijn vader gegeven heb. Daar ja, was hij ontzettend blij mee en dat zag hij helemaal niet aankomen. Hij was er ook emotioneel van. Hier is een foto van zijn gitaar. Toen we niet veel later deze aflevering samen aan het kijken waren, zei mijn vader nog tegen mij dat de gitaar in deze aflevering op een Vende gitaar lijkt, wat inderdaad zo is. De kleur is wel anders dan die van mijn vaders gitaar, maar het ontwerpjesmodel heeft er wel wat van weg. Mijn vader zei tijdens het kijken van de aflevering nog dat ze het woord Fender misschien bewust niet opnoemen in de aflevering, omdat het een merk is, maar dat het er wel uitziet als een Fender gitaar. Dus daarom doet dit seizoen van Brandweer Samen en in het bijzonder deze aflevering en dit fragment, omdat in dit fragment de gitaar volop als hoofdfocus in beeld is, mij extra aan mijn vader denken en de mooie herinneringen aan hem ophalen. Dus ook deze persoonlijke herinnering maakt het fragment heel mooi voor mij. Bedankt voor het kijken!